Willem bij de Vier. Willem, er zijn aardig wat evenementen op komst, dacht ik zo. Ja, we hebben zaterdag Harkemaasse Boys thuis. Dat is al natuurlijk al een evenement op zich. De thuiswedstrijden voor DVS zijn voor DVS altijd wel heel erg leuk. Dus in de week erop ASWH thuis. Dus weer een evenementje. En dan gaan we s'avonds gaan we gewoon door met het bierfeest van DVS. Het alom bekende bierfeest inmiddels. En wat houdt dat in? Hoe laat begint het? Nou, de kantine gaat gewoon om 7 uur dicht. En dan hebben we wat mensen die helpen ombouwen. Dan gaan de grote skihuttafels en banken gaan erin. En om 8:30 draaien we de deur van het slot af. En dan word je verwacht in de dresscode Heidi en Anton. En dan gaat het los. Wie weet wordt Heidi en Anton ook nog geïnterviewd en DVS TV misschien wel erbij. Wie weet? Nou ja, als jij een goede Heidi en Anton kan vinden, dan zorg ik wel dat ze voor de camera komen. Dat is geen probleem. Ja, en is er nog iets van een quiz of zo? Of? Nee, er is geen quiz. We hebben een DJ die naar verluid waanzinnig goed is. Het is een nieuwe, dit jaar voor het eerst. Ik weet dus zijn naam ook echt absoluut niet, maar dat gaat absoluut wel goed komen. De Heidi en de Anton, dat wordt gekozen ook, of niet? Nou ja, ik denk dat zou een mooie item voor jullie zijn om daar aanwezig te zijn. En dan de Heidi en Anton trofee uit te reiken en mensen voor de camera te krijgen. Dus ik ga ervan uit dat jullie daar zijn. En dat wij dinsdag in het weekjournaal de week erop de echte Heidi en Anton voor de camera zien. Ik denk dat cameraman Lex en André wel heel veel verstand hebben van Heidi's en ik niet van Anton. Nou, dat geeft niet, joh. Die smoezelen we er wel bij, die Anton. Dat komt wel goed. Als we maar een mooie Heidi hebben, dan komt het allemaal goed. Oké, hebben wij nog meerdere evenementen? Ja. We hebben sowieso meerdere evenementen. We hebben deze week natuurlijk herfstvakantie. En daar staat eigenlijk nooit iemand bij stil, maar in de herfstvakantie en in de voorjaarsvakantie hebben we hier altijd Jonger Oranje Talentendag. Dit jaar wordt dat geïnitieerd door Vitesse, dacht ik. Maar dat is wel een dag, donderdag, aanstaande donderdag, waarbij 250 jeugdleden uit het hele land vandaan, want ik zie ze uit Assen, ik zie ze uit de Hoek, ik zie ze overal vandaan komen, die hier de hele dag een trainingsles krijgen. Die moeten allemaal netjes een hapje eten tussen de middag. Ja, daar heb ik ook wel weer mijn vrijwilligers voor nodig. En ja, daar sta je eigenlijk nooit bij stil, maar donderdag is gewoon een werkdag. En toch heb je 4-5 vrijwilligers nodig. En uiteindelijk lukt het toch elke keer weer. Dus dat is echt wel een petje af voor de vrijwilligers die daar werken. Het is toch wel een evenement wat heel veel aandacht nodig heeft en ook krijgt. En dat is best leuk om eens een keer te kijken, want er worden leuke trainingen verzorgd. En het is waarschijnlijk nog een beetje fatsoenlijk weer. Dus kom met z'n allen lekker donderdag kijken. Dan zullen wij zorgen dat alles het natje en het droogje geregeld wordt voor de mensen die in de kantine komen. Ja. Donderdag een zonnetje en een klein wolkje en een graadje of 18, 19. Ja, eigenlijk helemaal perfect, Willem. Ideaal voetbal weer. Zeker. Nog meer evenementen? Nee, er zijn misschien wel meer evenementen, maar ik wil eigenlijk nog de aandacht op iets anders vestigen. Want wij zitten met een waanzinnig vrijwilligerskorps bij DVS 33. Maar wij kunnen in de kantine nog best wel wat vrijwilligers gebruiken. En het is hartstikke leuk werken. Je werkt in een heel gezellig team. Je hebt 27,5 dag per maand heb je vrij. Je hoeft maar 1 middag of 1 ochtend hoef je te verschijnen. Het is een waanzinnig leuk team. Je krijgt vakantiedagen, want je hebt in de zomer 8 weken vakantie. Hoef je niet op te komen draven. Maar we hebben mensen nodig. Dus meld je aan. Als je wil werken in een leuk team, meld je aan. Wij zorgen dat je terechtkomt. Oké, Willem. Dit was het voorlopig. Ja, dit was het voorlopig. Joh, we hebben allerlei evenementen die op de rol staan. Maar dat is allemaal later in het jaar. Het eerste wat mij nu binnenschiet is de boerenkoolloop op 6 januari. Laatste trainingsavond 21 december. We gaan gewoon door. En wat we wel veranderd hebben is dat we in de kantine op donderdagavond hebben we random. We gaan niet plannen van tevoren. Maar hebben we DAVA's. Dat wil zeggen donderdagavond vreetavonden. Dus het kan maar zo zijn dat als jij op donderdagavond in de kantine zit, dat er in één keer een schaal met kippenvleugels voorbij komt. Of schalen patat. Maar we gaan niet bekendmaken wat voor donderdagen dat zijn. Je moet gewoon iedere donderdag daar zijn. En eens in de zoveel tijd dan gooien we wat eten op tafel. Helemaal top, Willem. Bedankt. Graag gedaan. Het tweede item in dit weekjournaal, dat is samen met hoofd opleiding Jack van Zanten. Ja, Piet. Ik vind het leuk om weer eens hier te zijn. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook leuk. En ik ben heel benieuwd wat voor evenementen er op stapel staan.
Nou, we hebben vrijdagavond hebben we de Kok van Dijk trainingscursus bij DVS voor 23 trainers. Die volgen vier vrijdagavonden lang een techniekcursus. Techniek trainingscursus moet ik eigenlijk zeggen. Gebaseerd op wielcurver oefeningen. En we doen dat met name ook omdat we de technische vaardigheden zo belangrijk vinden bij onze jeugdspelers. En het aanleren daarvan en goed training kunnen geven. En dit zijn allemaal trainers zeg maar, die geen trainingspapieren hebben. Maar die dus door de club ondersteund worden om zo'n cursus te volgen. En daar als het goed is profiteren daar onze kinderen allemaal weer van. Ook DVS TV vindt het belangrijk genoeg om erbij te zijn. En daar maken ze een item van. Dat komt volgende week dan in het Weekjournaal. Ja, heel leuk dat jullie erbij zijn. En Kok die vindt het ook superleuk dat dat het zoveel belangstelling krijgt ook binnen DVS. En ik denk dat het ook leuk is om daar een item van te maken. Dus van harte welkom. Oké, afgelopen week ben je ook lekker druk geweest met het schoolvoetbal. Hè? Tezamen met heel veel kinderen. Ja, dat klopt. Ik organiseer het schoolvoetbal voor groep 3 tot en met 6 nu al 10 jaar. En gelukkig met een aantal mensen die er eigenlijk altijd bij zijn. Hè. Kars van Slot, Joeke Sietsma, Jan Varkenvisser, Rijer Pluim, die eigenlijk ieder jaar wel meehelpen. Om daar een succes van te maken, we hadden 450 kinderen. En met heel veel plezier en goede weersomstandigheden en enthousiaste ouders en enthousiaste kinderen. En al 10 jaar lang de sponsoring van Sportcafé Caluna van John en Ria Snijder. Dus het was een geweldig leuk evenement. Helemaal top. En het volgende is de talententraining. Die loopt ook weer, hè? Ja, talententraining voor de zeg maar A1 en tweede en het eerste onder leiding van Pascal Diender. Die talentenpool die is weer van start gegaan. En nieuw dit jaar is dat we ook zoiets hebben opgezet voor de wat in onze ogen zeg maar de grote talenten van de B1, de C1 en de D1. Onder de 17, onder de 15, onder de 13 heet het tegenwoordig. En die doen het op vrijdagmiddag onder leiding van Marco Hop. En voor die jongens is dat dus een vierde trainingsmoment in de week. Dus ik denk dat het een goede zaak is. Goede zaak, heel goed, heel goed. Demo, Vitesse, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we hebben tweeënhalve week geleden, is Tim Arends van Vitesse bij ons geweest. Je weet, we zijn een convenantclub met Vitesse. Het mooie is dat Vitesse heeft maar 9 convenantclubs. Dus dat is voor ons ook een bewuste keuze om dan niet een van de 50 of een van de 70 te zijn, maar gewoon een van de 10 of een van de 9 clubs. Tim is hier geweest met een geweldige demonstratie op het gebied van loopcoördinatietraining met voetbal-eigen vormen. Ook georganiseerd weer voor de trainingsstaf, niet alleen de selecties, maar ook alle andere trainers. Jan van den Berg had geregeld dat er ook veel trainers van de meisjes bij waren, dus dat was ook supergoed. En we hebben hier op de tribune een geweldige demonstratie gezien. En daar kunnen wij met al onze teams weer ons voordeel van doen. En hoe gaat het met de teams waar jij verantwoordelijk voor bent als hoofdopleiding? Ja, dan bedoel je denk ik de resultaten. Hè? Want, resultaten? Goed. Hè? Resultaten die natuurlijk ook belangrijk zijn. Je weet dat individuele ontwikkeling en doorstromen het eerste uiteindelijk ons hoofddoel is. Maar we willen ook graag op hoog niveau spelen. Het tweede heeft het best wel moeilijk. Dit seizoen natuurlijk veel mutaties ondergaan. Hè. Ik bedoel, er zitten al sowieso al 4 spelers van ons die nou in het eerste van FC Horst het heel goed doen. En zo zijn er nog een aantal jongens vertrokken. En dat hebben we weer moeten opvullen en kunnen opvullen. Maar ik denk niet dat we echt bovenin een rol gaan spelen in de hoofdklasse. We staan nu in de middenmoot. En het derde elftal, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Gepromoveerd naar de eerste klasse. Lastig natuurlijk. We staan ook nu in de middenmoot, dus dat is prima. De andere teams, de A1, goed gestart. Vorige week zware nederlaag tegen Cambuur gehad hier. Die won afgelopen zaterdag ook weer met 8-0. Dat is gewoon een maatje te groot. En de B1 die doet mee om de bovenste plekken. De C1 ook. En de D1 staat bovenaan. Dat is nog niet eerder gebeurd dat we in de derde divisie 12 punten uit 4 wedstrijden hebben. En dat hadden we ook niet verwacht. Ze hoeven ook echt geen kampioen te worden, maar ze doen het prima. Dus over het geheel genomen niet ontevreden. Nee. Nou, dat is hartstikke, hartstikke mooi. Heel lekker. Een nieuwe spelvorm, 6 tegen 6, daar ben je ook mee bezig. Ja, daar hebben we dat zijn we eigenlijk al een jaar, Vincent Vieste en ik, met name al een jaar mee bezig geweest om ons daarin te oriënteren. Want de KNVB komt met nieuwe spelvormen. Daar kun je blij of niet blij mee zijn, maar het moet wel gaan gebeuren. En we hebben dat geprobeerd zo goed mogelijk voor te bereiden. En met dank aan Joop van Delen die geweldig mooie lijnen op het veld heeft gemaakt, hebben we daar nou 4 veldjes op 1 veld. Hè, van 42,5 bij 30 meter.
En dat loopt heel goed. Werkelijk waar, als je daar eens een keer staat, zou je daar ook een keer moeten gaan kijken. Want het spel is zo verschrikkelijk snel. Er wordt niet meer ingegooid. Dus de bal is uit, mag je indribbelen, je mag inspelen. Dus het is constant omschakelen. En er zit zo'n hoog tempo in het spel. Zoveel balcontacten. Uitslagen ook, 12-8, 8-6, dat soort uitslagen zijn er. Eindelijk nemen ze goede dingen van het hockey over ook, hè? Nou ja, ik denk dat dit... goed, je moet het afwachten allemaal, maar op voorhand was ik er al wel enthousiast over. Het is ook niet specifiek een idee van de KNVB alleen. Het is ook gedragen door Johan Cruijff, hè. Die was er al een groot voorstander van. Nou ja, dan denk je toch al van, er zal er vast wel iets goeds van komen. Maar uit andere sporten zijn altijd dingen over te nemen, hè, voor je eigen sport. Mooi. Dan heb ik nog een heel moeilijk woord, hercertificering. Oh, daar had je dan al iets van gehoord. Dat is eigenlijk nog nieuws, is dat, Piet. Want DVS heeft is gecertificeerd regionale jeugdopleiding. Dat is al een tijdje zo, hè, ruim 2,5 jaar. En inmiddels zijn er nog veel meer verenigingen die lokaal of regionaal gecertificeerd zijn. Maar nu breekt de periode aan dat die clubs die als eerste toen de tijd zo'n beetje meededen, dat die weer opgaan voor hercertificering. Want dan heb je 3 jaar je certificaat gehaald. En nou, ik denk dat er zo'n 60 clubs waren die in de eerste rondes meededen. En wij zijn door de KNVB benaderd om als pilotclub de hercertificering te doen. En ja, dat is toch altijd wel weer leuk, dat soort dingetjes. Ja. Helemaal top. Helemaal top. Het gaat goed met de hoofdopleidingen, maar vooral ook met alle elftallen en alles wat daarmee te maken heeft, Jack. Heel veel succes daar verder mee en bedankt namens DVS TV. Dankjewel, Piet. Ik zal niet zeggen dat alles goed gaat. Alles kan. De slogan is, zoals je weet, altijd beter willen worden. Maar goed, we zijn heel hard aan het werk en ik denk dat we ons redelijk aan het ontwikkelen zijn met z'n allen. Dus, ja.